Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Feint seizoen 3. We zitten hier vandaag opgesloten in een hokje aan met palmboom. Wie heeft dat nou weer gedaan? Heb ik zelf gedaan. Jongens, welkom. Ik heb een leuke planning voor vandaag en dat heeft te maken met een van deze kooitjes. Eigenlijk de kooi waar ik nu in sta. Laten we mezelf even eruit vallen en dan kan ik... Oeh, dat wordt wel spannend dit. Ja, dat dacht ik al. Ik kan hem niet dicht doen. Nee, nu staat het luikje open. Maar dat maakt niet uit. Net alsof er iemand is ontsnapt. Goed, jongens, de planning van vandaag. Ik start er maar Minecraft op. Ik join deze server en ik kijk een beetje om me heen. En ik denk, wat mist er nou eigenlijk aan deze boom? En naast de kokosnoten mist er nog één dingetje. En dat is dat die kooitjes leeg zijn. Nou, in die kooi kunnen we makkelijk wat stoppen. Die is kapot en die daarachter is ook kapot. Maar daar moet ook iets in. En ik denk, wat kunnen we er nou in doen? Een skeleton misschien en weet ik wat allemaal. En toen dacht ik, meneer KB, die heeft natuurlijk een paard. Dus, wat nou als wij even een lead pakken? Even naar het Wilde Westen gaan van meneer KB. Gewoon zijn paard ontvoeren. We zijn natuurlijk piraten, jongens. Dat soort dingen mogen wij. Volgens mij heb ik leads. Hier, kijk, ik heb leads. En dan gaan we even het paard van meneer KB gaan we ontvoeren. En die gaan we eventjes daar in de kooi stoppen. Goed, laten we wel met de boot die kant op gaan. Dat is het snelst. Ik dacht, jongens, het is natuurlijk geen content feint zonder dat we eerder een grapje uithalen of een prank maken of weet ik wat. Dus weet je, we gaan gewoon het paard ontvoeren. Simpel, maar wel als een echte piraat. Goed, jongens, we zijn aangekomen. U betreedt cowboys grondgebied eigen risico. Laten we dan op eigen risico doorlopen. Ik zie dat hij hier al een soort paardenrange heeft. En elk paard heeft al bij, of heel veel paarden hebben al zadel. Maar welk paard, KB's paardjes, welk paard is het paard van KB? Wat, hij heeft sowieso, kijk, misschien dat hij er wel meerdere... Dit is het paard. Ja, sheriff. Dit is hem. We gaan de sheriff ontvoeren, jongens. Hier, kom, we gaan erop zitten. De sheriff, nee, we nemen er nog één mee. We nemen sheriff mee en... En deze man hier. Kom, jongens, meekomen. Ik hoef er maar twee. Ik ga er twee ontvoeren. Daardoor. Hoppakee. Zo. Nou, dan is het tijd om terug te gaan. Kijk, nemen we dit paard mee. We kunnen niet al te snel gaan, want dan gaat de lead kapot. Oh nee, paard, dit paard redt het wel. Snel terug naar huis, want het wordt ook nog eens donker. Oh, de touwtje is doorgebroken. Waar ben je? Oh, hier ben je. Terugkomen, jongeman. Oké, we zijn aangekomen. Laten we jou eerst even hier vastzetten. Dan gaan we eerst de sheriff even op locatie brengen. En ik denk dat ik de sheriff van KB... ik denk dat ik die in die daar wil. En ik denk dat het andere paard er mooi daarin kan. Alleen, dat is best wel een klein hokje. En die is wat groter. Dus misschien dat sowieso... De sheriff gaat hierin. Oké, dan gaan we eerst even een dirtpad maken. Hé, hey, jij gaat wel even blijven staan, hè, jongeman. Hier, ga jij eerst maar eventjes hier tegen dit aanstaan. Zo. Ik ben zo benieuwd naar KB's reacties. Dat ze paarden kwijt is. En dat ze vervolgens hier in een kooitje zitten. Zo, dan maken we dit even netjes open. Gooien we deze weer dicht. Hij kan hem wel makkelijk weer laten ontsnappen door gewoon dit allemaal open te gooien. Dus het is niet extreem vermoeid. En als hij valt, valt hij veilig in het water. Dus hij kan ook niet doodgaan. Het komt helemaal goed met Sheriff, jongens. Geen zorgen. We gaan niet Sheriff doodmaken. We gaan hem alleen maar voorzichtig ontvoeren. Hier instoppen. Zo, hoppakee. Aan de kant, Sheriff. Oh, wacht. Huh? Oh, zo. En hoppakee. Nou, de Sheriff... Het ziet er goed uit. Zo. De sheriff zit vast in de kooi. Oh mijn god, dit vind ik echt leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Kijk dit nou. Er zit gewoon een paard in de kooi. Oké, laten we die andere even hierin doen. Dat kan denk ik wel, zonder dat hij doodgaat, toch? Want dat hoop ik. Ah, ik heb hier heb ik geen... Deze heeft geen zadel. Dus deze gaat veel moeite kosten om erin te stoppen. Kom maar mee, paard. Je hebt geen naam, dus jij bent gewoon naamloos paard. Kom, dit is een makkelijkere kooi, gelukkig. Ik vraag me af of hij erin past. Hier, kom maar, zo. Kom, 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 erin. Dan ga ik je nu duwen. Erin. In het hockey. Kom op. Kom op. Ik weet niet of dat past. Gaat dat passen? Het is wel een heel... Ja, dat gaat passen. Kom op. Lopen. Dikke. Erin. Erin. Ja. Ja. Oké, jongens. Deze zit ook vast. Deze zit ook opgesloten. Ik zie dit als een succesvol verhaal. Ik zie dit als een succesvolle piratenmissie. We hebben twee paarden gekidnapt. Of gepaardnapt, kan ik het beter noemen. Paard nummer 1. En natuurlijk de welgeliefde sheriff van meneer KB. Laten we even een foto naar hem sturen. Oké, jongens, alles is naar meneer KB gestuurd. Ik wil 2 stek goud van hem. We hebben 2 volwaardige steks met goud. En dan mag je ze terug. Anders zullen ze voor altijd rotten in een kooi hier. We zijn echt, het piratenleven is nu echt begonnen, jongens. Goed, laten wij de video dan even voortzetten door langs het winkelverleidje te gaan. Want ik heb namelijk gehoord dat meneer KB heel veel hout heeft gekocht. Ik dacht al dat hij dat vorige aflevering ging doen, maar uiteindelijk heeft hij dat wat later gedaan. Dus dat betekent ook dat wij hem waarschijnlijk moeten gaan bijvullen. Maar daar komen we zo meteen achter. Hey, de sushi tent is weer gerepareerd, jongens. Het is gewoon weer een volwaardig mooie sushi tent met sushi dingetjes hier en daar. Ziet er goed uit, dit. En ze hebben deze keer katten neergezet ter bescherming voor de creepers. Want ze waren vorige keer, zoals ik al meerdere keer had gezegd, creepers ontploft en toen was de sushi tent stuk. Goed, laten we even kijken wat hier allemaal gekocht is. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Niks. 1 en 1. Oh, jongens. Oké, dat betekent dat spruce hout is op. Ook hout is ook op. Dit wordt is niet echt geliefd.
En het dark oak hout is ook op. Dat betekent dat we die even bij gaan vullen. Maar ik heb nu natuurlijk een nieuwe diamond axe met veel snellere efficiëntie en weet ik wat allemaal. Dat betekent dat we veel sneller hout kunnen hakken. Jee, timelapse van boomhakken, spruisbomen, want we hebben nog niet genoeg spruishout. Yes, spruisbomenhakken. Oh, krijg nou wat. We zijn ook dark oak aan het hakken, want die willen we ook graag verkopen. Ik denk dat deze namelijk heel veel verkocht gaat worden. Yes, timelapse, yeah. Hey, wat is dit nou? Cadeautje van Floor. Floor, dankjewel. Wat zit er in de kist? Oeh, spannend, spannend. Wat is dit cadeautje? Ah, ook bomen. Die moeten we natuurlijk ook hebben, want ook was ook uitverkocht. Hey, snap je hem? Die was ook uitverkocht. Woordgrapjes. Yeah, timelapse. Wow, grote spruisbomen. Veel efficiënter, veel handiger om te hakken. Ik kreeg veel reacties hierover. Dankjewel, jongens. Dit is inderdaad veel handiger. Hallo, hallo, hallo. Jongens, we keren terug naar een mega lange bomensessie. Mijn ex is bijna stuk. Hij heeft nog maar 35 durability. Maar het eindresultaat is geweldig. We hebben zo belachelijk veel hout gehakt. In principe valt het wel mee hoeveel soorten... We hebben maar 3 soorten hout gehakt. En van elke soort valt het ook wel mee hoeveel. Maar in totaal... hebben we echt bijna een dubbel chest vol aan hout gehakt. Ik ben gestopt omdat letterlijk mijn extra stuk ging anders. Dus daarom moest ik wel stoppen. Maar laten we dit even meenemen naar het winkelvalleitje. En mijn winkeltje daar even rustig bij vullen. Ik denk dat ik in 2 keer moet. Want ik heb nog geen... Ja, dat wordt de laatste 2 keer. We hebben nog geen chocoboxes om makkelijk dingen te vervoeren. Alleen, er gaat 1 klein probleempje denk ik zijn, jongens. Met nu in de winkel. En dat is dat ik te weinig chestruimte heb. Gok ik. Want wij werken natuurlijk in stacks van 1,5. Dus ik gok dat we te weinig ruimte hebben. Kijk, hier komt het spruishout. Oh, daar, wacht. Ik heb niet al het spruis. We doen even hier het ooghout. Kijk, je kan het er wel allemaal leuk zo instoppen. Maar we werken natuurlijk in stacks van 1,5. Dus ik zou even kijken of dit wat wordt. Nou, volgens mij kan dit nog wel... Ja, dit komt wel goed, jongens. Dit komt helemaal goed. Niks aan de hand. Kijk, zoals dit werken we in stacks van 1,5. En dan kunnen we hier ook nog dit doen. Zo. Zo, en dan houden we een halve stack over. Kijk, dit is hoe we het verkopen. Oh, nee, wacht. Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Oh. Oh, dit komt perfect uit. Kijk. Klaar, maar we hebben wel genoeg chestruimte. Dan doen we de dark ook even netjes verkopen. Stoppen we er helemaal prachtig in. Zoals dit. Dan houden we nog eentje over. Die kunnen we hier douwen. En dan moeten we even de rest ophalen. Hop, 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 hop. En plop, 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 plop. Kijk, jongens. Zo worden we toch wel de rijkste mensen van de server. De rijkste man van de server. We houden een stack houden we over. Huh? Heb ik dan echt zo een stuk minder hout? Of heb ik iets verkeerd gedaan? Ik heb niks verkeerd gedaan. Ah, blijkbaar heb ik dus gewoon iets minder oaklocks meegenomen. Oké, of gehakt. Helemaal dikke, prima jongens. De winkel is goed bijgevuld. Dat betekent dat we veel kunnen gaan verdienen. Wat ik wel ga doen, is even het ijzer eraf halen. Want ik wil niet meer dat mensen met ijzer gaan betalen. Zo, ahoy. 1,5 stack is 1 diamond. Laten we even... Oh mijn god, dat ben ik vergeten. Ik wil glow ink sacks hebben. Oké jongens, ik heb de glow ink sack bij me. Maar terwijl ik al deze bomen aan het hakken was, hadden jullie in de timelapse natuurlijk gezien dat Floor was langsgekomen met een cadeautje. En het cadeautje, jongens, is geweldig. We hebben hier mangrove. Oh, daar komt hij. Propagule. Propagule, ik weet niet, volgens mij zeg je het zo. We hebben hier een hoofd van een potje. En een turtle egg. En vooral met deze turtle egg ben ik zo blij. Wacht, voordat we dit cadeautje gaan behandelen. Heel even snel een bordje een kleurtje geven. Plop en flop. Hoppakee. Ja, ziet er prima uit. Goed, het cadeautje, jongens. We hebben hier ook mangrove roots. Dat is heel fijn, want dat zijn van die mooie blaadjes. We hebben de saplings waarmee we de mangrove bomen volgens mij kunnen planten. We hebben modder. Een mosblokje leuk. Die pot vind ik vooral heel leuk. En de turtle egg is echt het kroonjuweel van dit cadeautje. Laten we die pot eerst even een leuk plekje geven. Ik denk dat binnen hier bijvoorbeeld zo. Hoppakee. Ja, dat is een mooie plek voor het potje. Kijk, dat ziet er goed uit. Goeie toevoeging. Oké, de turtle egg, jongens. Het ding is... ik ben bang dat als ik hem hier gewoon beneden plaats... De sheriff zit al steeds in de boom. Ik ben bang als ik hem hier beneden gewoon plaats. Leuk, maar ik denk dat hij dan gewoon wegzwemt en nooit meer terugkomt. Ik weet niet precies hoe dat met turtles zit. Want je kan hem gewoon plaatsen en klaar. Maar ik denk dat ik hem wel een beetje moet insluiten... op een plekje waar ze niet echt weg kunnen. Want anders zie ik hem nooit meer terug. Dus laat nu even weten in de reacties. Wat moet ik hiermee doen? Hoe doe ik dit? Ik weet gewoon niet of ik, als ik dit hier nou plaats, dat hij uitkomt. Misschien dat ik hem een nametag geef, dat hij blijft. Weet ik veel, jongens. Wat is nou verstandig? Hoe zorg je voor een schildpad dat hij bij je blijft? Hoe zorg ik daarvoor? En hier plaatsen, dan zwemt hij weg en dan zie ik hem nooit meer terug. En dat willen we ook niet. Dus laten we hem voor nu even in deze barrel doen. Hier, hoppakee, zo. Mos heb ik al, dus die kunnen we terugleggen. Maar modder en dat andere ding, die kan ik nog wel leuk gebruiken, jongens. Misschien dat deze trouwens, deze hier, zou dit niet leuk staan in mijn pad? Oh, ja. Volgens mij staat het hartstikke leuk in het pad hier. Als ik dit gewoon hier en daar een beetje toevoeg. Het moet namelijk ook wel modderig zijn hier en daar. Ook al is dit geen modder, maar is het van die leaves, weet je.
toch hoort dit erbij. Dus laten we dit een beetje hier en daar verspreiden. Maar heel licht. Niet zoveel als de andere blokken. Gewoon hier en daar een leafje, weet je? Of een root, hoe het ook heet. En dan modder wil ik gaan gebruiken voor bijvoorbeeld als ik op een gegeven moment een soort varkensstalletje heb of zo, weet je? Een kleine plek waar ik varkens bewaar. Daar wil ik denk ik de modder gaan gebruiken. Dus laten we dat voor nu gewoon even opbergen boven in de kisten de rest. Of misschien hier binnen nog eentje trouwens. Hier binnen kan misschien wel modder. Oh ja. Mensen lopen zo vaak door deze gang hier dat er gewoon modder naar binnen is gekomen. Gadverdamme. Oké, de rest leggen we boven neer. En dan ga ik heel eerlijk met jullie zijn, jongens. Ik heb nog nooit die mangrovebomen geplaatst. Moet dat gewoon normaal? Moet dat aan het water? Ik heb echt geen idee wat ik hiermee... Kan je dit gewoon zo plaatsen en klaar? Dit is echt een mysterie voor mij, dit. Want het ding is, ik wil deze bomen eigenlijk... Of dit hout wil ik eigenlijk ook wel gaan verkopen in mijn winkeltje, weet je? Dus laten we even een rustig plekje... Kijk, daar. Perfect plekje. Gaan we gewoon proberen te bomen. Ik weet niet hoe dit werkt hier. Hop, hop. Oh my days! Dit werkt... Kijk, wat een monster is hier gespand. Huh? Werkt dit zo? Is dit serieus hoe dit werkt? Oh mijn god. Ik heb een schaar nodig, denk ik. Of doe je dit met... Dit doe je met een axe, dit. Huh? Ik dacht dat je dit met een schaar deed. Oh, ik moet oppassen. Mijn axe is bijna stuk. Laten we die eerst even repareren. Wat een monster heb ik hier gespand, hé. Laat hem gewoon even... Ja, ik heb mendingboekjes, jongens. Alleen ik heb nog niet... Even kijken, hoor. Waar staat mijn info? Oh, mijn info heb ik naar beneden verplaatst. Poepel. Oh, oké, zo. Mending. 9. Oh, dat kost maar 9. Dan gaan we eerst wel even een beetje XP krijgen. Dan gaan we even repareren, jongens. En daarna gaan we die bomen makken. En wat ik altijd top vind, jongens, om even snel XP te krijgen. Niet al te veel, maar gewoon genoeg. Is even de mines in duiken, zo. Oh, het is gelijk heel donker en eng. Ik zie daar gelijk rode oogjes. En dan gewoon eventjes dingen zoals redstone zoeken. Die spin die is redstone aan het bewaken. Kom hier. Oh, mijn god. Kijk, dan krijgen we namelijk snel XP. Doe even torch toe op mijn hoofd. Zien we altijd genoeg. En alle andere dingen die we tegenkomen is extra meegenomen. Zoals de ijzer hier. Kijk. Dit is top. Goud is ook mooi om mee te nemen. Ik als piraat zei... Oh, dit is perfect, jongens. Dit geeft zoveel experience. Kijk, we moeten level 9 zijn en we zijn het gelijk bijna. Lapis lazuli is echt het beste in dat opzicht. En redstone natuurlijk. Redstone en lapis lazuli. Kijk, level 9. Helemaal top. Dan heb ik mijn dinges met enveel meegenomen. Dan gaan we gelijk enchanten. Hoppakee. Mending. Zetten die erop. Doen we hem in mijn tweede hand. En dan gaan we nog meer XP zoeken. En dan kunnen we hem even helemaal repareren. Waarom ga ik niet gewoon naar de nether? Waarom ga ik de mines in? Oh my days. Ik besef me nu net. Je kan beter gewoon naar de nether gaan. Kwarts gaan hakken. Dan krijg je twee keer zo snel XP. Oh, dit is echt dom. Ik ga gewoon... Oh my days. Nou, we gaan even naar de nether, jongens. Ik besef me dat je daar veel sneller XP kan krijgen dan hier. Waarschijnlijk hebben we 100 nieuwe mensen al comments gemaakt. Of, Max, je moet gewoon naar de nether gaan. Daar kan je veel sneller XP krijgen. Ik weet het, jongens. Ik ga er nu heen. Oké, jongens. We zijn inmiddels al een tijdje in de nether. Mijn ex is helemaal hersteld. Wat ik nu wil doen, is de endpil hier plaatsen. Ik heb nog een mendingboekje meegenomen. En dat is namelijk mijn shovel. Die wil ik ook even helemaal repareren. Ik had eigenlijk het derde mendingboekje ook mee moeten nemen voor mijn pickaxe. Maar dat heb ik niet gedaan. Uiteindelijk heel dom. Maar goed, laten wij nu ook nog even helemaal mijn shovel repareren. Het gaat zo belachelijk snel hier in de nether, jongens. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal hoe snel je spulletjes repareert als je gewoon even kwarts hakt. En kijk hoeveel kwarts ik inmiddels ook heb. Ik heb zo belachelijk veel kwarts en goud en weet ik wat allemaal. Een goed avontuur is dit. Het is een heel goed avontuur. Weet je, we nemen ook gewoon het glowstone mee. Ik weet niet of ik het ooit nodig heb, glowstone, maar laten we het gewoon meenemen. Ik moet oppassen voor de lava hier. Ik bedoel, dan heb ik het maar gewoon, weet je. Kan toch geen kwaad. Hier. We hebben ongeveer een stekje hebben we nu. Zo, jongens, de schep is ook helemaal hersteld. Laten we dan nog even een... Ik kom niet uit mijn woorden. Wat een goede YouTuber ben ik. Onthoud die woorden goed, jongens. Laten we dan nog een beetje extra XP meenemen. Ik bedoelde een paar extra XP, maar het kwam gewoon niet uit mijn mond, die woorden. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het lukte niet helemaal. Praten kan af en toe heel moeilijk. Jemig, ik heb te veel blokken bij me. Wacht even hoor. Laten we hier even gewoon gold van maken. Dan hebben we weer wat extra ruimte. Even wat netherrack weggooien. Zo. Af en toe kan praten heel moeilijk zijn, jongens. Maar ik wil gewoon even wat extra XP meenemen. Zodat we gewoon makkelijk, als we thuis komen, ook nog mijn pickaxe kunnen enchanten. Dan kunnen we daar ook gelijk mending op zetten. En die pickaxe die gaat vanzelf wel, weet je. Als ik weer een keer een normale mindsessie ga doen. Dan komt die pickaxe ook alweer een keertje met XP. Met coal en redstone en bla bla bla. Dus die wordt vanzelf wel gerepareerd. Daarvoor hoeven we niet specifiek naar de nether. Maar goed, de route naar huis. Waar is die? Ik ben de route denk ik een beetje kwijt, jongens. Ik weet niet meer hoe ik ben gelopen. Hier ben ik nog niet geweest. Oh jee, we hebben een probleem. Volgens mij ben ik weer op de goede route, jongens. Als deze skeleton mij even niet kilt. Hoppakee. Ik kan me herinneren dat ik hier ben geweest. Maar ik weet het niet zeker. In principe lijkt alles op elkaar in de nether. Oh, kijk, deze blok. Ja, dit ben ik. Dit ben ik geweest. Ja, jongens, we zijn weer thuis. Hoppakee. Oh, het is altijd een fijn gevoel als je een lang avontuur hebt gehad in de nether. Om dan gewoon weer lekker veilig thuis te komen. Want als we zijn soort van bijna veilig thuis. Laten we wel nog even de portal inlopen. En dan zijn we pas echt veilig thuis. Kijk, zo. Het regent. Dat is dan weer wat minder. Maar we hebben wel alles gerepareerd. En we hebben weer genoeg XP om ook mijn mending op mijn pickaxe te zetten. En we hebben echt belachelijk veel kwarts.
Oké, laten we dan even een nieuwe kist selecteren voor de kwarts. Dat doen we gewoon hier. Deze halen we eruit. En alle kwarts doen we hierin. Ik ga er nog geen blokken van maken. Wie weet heb ik ooit een keer voor andere dingen nodig. Ik zou niet weten voor wat, maar stel dat. Genoeg goud hebben we. Dan kunnen we weer wat botten voor boommeel. Andere random blokken. Oké, dan hebben we het laatste mendingboekje hier. Die nemen we even mee naar beneden. Hoppakee. Die gaan we dan hier plaatsen. Dan doen we pickaxe erin. 17 XP. Ik heb gewoon niet genoeg. Dat meen je. Oh, kost dat zoveel? Ik dacht dat 14 wel genoeg zou zijn. Oké, ja, dan niet. Dan doen we heel even het boekje. Hé, hier zit goud in. Doen we even het boekje hierin. Dan komt dat mendingboekje maar een andere keer helaas. Maar goed, dat was ik ook weer aan het doen. Waarom ben ik dit... Oh ja! Wow, ik was het alweer helemaal vergeten. De reden dat ik dit allemaal ging doen, was zodat ik deze boom hier kon hakken. Ik was deze hele boom alweer vergeten, joh. Oh mijn god. Hoe kom je dan naar mangrove hout, vraag ik me af. Want dit zijn van die roots. Zit het hout hier dan in verstopt? Ah, het hout zit hoger. Als ik zoveel moeite moet doen om al dit hout te hakken, dan weet ik niet of ik dit wil gaan verkopen. Want het zit ook overal en nergens verstopt. Dat onhandig dit. Ah, het stort helemaal in het zootje. Zijn er niet makkelijkere manieren om dit hout te krijgen, jongens? Help me alsjeblieft even in de reacties. Ik weet oprecht niet of er makkelijkere manieren zijn om dit hout te krijgen. Ik vind het wel heel mooi hout. Alleen ja, als ik elke keer zo'n boom helemaal moet planten en moet hakken. Dus hebben we over de jaren hebben we maar één stack, weet je? Zo traag als het gaat. Nou, al die moeite gedaan voor dit. Vraag me af of het waard was. We hebben wel nieuwe saplings, dat is fijn. Genoeg zelfs. Oh, maar deze hebben er echt heel veel. Oké, nou... We weten in ieder geval hoe het werkt nu, jongens. Gewoon planten en klaar. We hebben het mooie hout. Ik wil het op zich wel gaan verkopen. Maar het kost wel heel veel moeite om één boompje weg te halen, moet ik zeggen, hoor. En er zit maar 25 in één boom is veel. Maar je bent er best wel lang mee bezig, vergeleken met zo'n boom. Dat hak je planten, hakken planten, hakken planten. En dit is echt zoeken naar het hout, weet je. Dus we kijken nog wel even wat we hiervan vinden. Ik heb in ieder geval 13 van die saplings. Van die propagules. Ik kom gewoon niet soms uit op dat woord. Hey, hallo. Hey, hallo. Wat ben je aan doen? Nou, we zijn bezig met een strandje maken. Een strandje? Ja, we zijn bezig met een strandje maken. Hoezo? Stranden zijn mijn dingen. Ik ben een piraat. Nee, maar daar kan jij misschien, dat zei ik al, daar kan jij misschien je boot aan liggen. Ja, ik zie hoe het zit, hè. Ik ben helemaal uit de rij plegen nu, hè. Ik zie wat je van plan bent. Hallo, jij bent degene die dat doet. Jij verhoogt alle inflatie op deze server met je houtblokken verduurderen en heb zo. Heb je wel gezien dat ik houtblokken heb verduurd? Ja. Ja, dat is piraterij noem je dat. Weet jij waar Justin is? Ik ga hem even helpen. Nee. Nee, ik weet niet waar hij is. Niet, volgens mij, ik zie... Nee. Ik ga hem even zoeken, oké? Ja, is goed. Ik ga Justin zoeken. Doe wel voorzichtig, hè, want je hebt geen armor aan of zo. Ja, de armor is voor mietjes. Oh, jee. Alleen mietjes dragen armor, zie je? Ga jij maar lekker met de gas vechten. Oh, ik moet ook met de gas vechten. Oh god, ik heb geen armor aan. Waarom heb ik nou geen armor aangetrokken? Ik bescherm je. Maar ik zie ze ook niet. Oh. Ja, ik pak hem wel. Hier. Oh man, mijn portal! Ik heb mijn eigen portal weggesloopt. Hij ging door de portal heen. Oh nee, wacht. Betekent dat hij naar mijn plek is gegaan? Als ik hem door de portal heb gestuurd. Jongens. Schoot ik die bal nou door de portal? Nee, toch? Werkt dat zo? Hij kwam echt precies in de portal. Heb ik hem... Oké, volgens mij heb ik hem niet door de portal geschoten. Oh, ik was eventjes bang. Ik was even bang dat ik dat verpest. Oké, niks aan de hand. Ik dacht dat ik de portal had gesloten. We moeten echt gewoon een vaste boog in de nether hier hebben liggen. Kijk, dit oorlogsveld hier. Elk vuur dat je ziet komt door een gas. Het is echt bizar. Dit gaat echt niet zo langer meer. Het is echt een oorlogsveld. Hey, ik ga Justin even zoeken. Ik denk dat Justin's portal dat is. Waar? Want daar staat een portal. Ik weet niet... Ik zie geen portal. ...van wie die is. Zie je dat niet? Daar. Waar? Oh, ik zie een pad. Daar. Ja, ik zie alleen een pad, maar geen portal. Oh, daar loopt ook iemand. Ja, wie? Wacht. Ja, volgens mij... Wacht. Even kijken. Ja, ga jij kijken. Ah, dan moeten we even dat oude pad... Ja, dat is Justin. Daar hebben we hem. Dat is Justin inderdaad. Oké, ik ga naartoe. Ik ga wel de route pakken. Ja, succes. Jo, hey, daar loopt je andere bos-elfje. Justin! Hey, Justin. Hi. Hoe bevalt het net een leven hier? Ja, goed. Wil je ook sapling? Ik ben niet eens... Of een spruce, ik weet niet hoe ik er kom. Dankjewel. Hé, laat je megabase zien. Ik weet zeker dat jij al een megabase hebt op het moment. Ja, echt bijzonder. Ja? Dat is niet normaal waarschijnlijk, die van jou. Ik denk dat jouw baas het lijfst is van iedereen op het moment. Ja. Oké, we zijn op... Dit is jouw eiland. Meen heb jij niet, toch? Dit is het enige wat jij hebt. Iedereen heeft zijn eigen land gekregen. Oké, wacht. Maar... Huis Justin. Oh, nee, dit is dit alles. Dit is je huis. Ja, mooi, hè? Oh, mijn god. Ah, je hebt wel een mooie kelder, moet ik zeggen. Jawel, hè? Hier gaat het nog verder naar beneden. Het gaat wel heel diep, dit. Ja, dat is gewoon mijn. Nou, mooi huis. Ja, ziet er... goed, je hebt wel een smithing template.
Ja. Vier diamonds al. Je bent al op zich goed op weg, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Alleen, ik zou nog even iets leuks gaan bouwen. Een huisje of zo, weet je. Of iets misschien. Misschien wel, hè? Misschien, dat zou op zich wel leuk zijn. Maar waarom heb jij zo'n klein stuk land gekozen? Iedereen mocht zijn eigen land hebben. Ja. En dit mini-eilandje is het enige wat je hebt. Met een gat erin. Met een heel diep gat. Hoe diep is dit dan? Heel diep. Oh mijn god, dit gaat diep. Heel diep. Nou, op zich valt ook wel mee. Ja, dat is fijn. Niet veel verder. Maar wat wil je hiermee doen? Ja, dat weet ik nog niet, maar eigenlijk wel goed. Oh mijn god. Alleen dat ik dit ga blootleggen, dat zijn met de sponsjes. Maar dan kan je toch net zo goed gewoon een plek kiezen waar er al een open, want er zijn genoeg werelden of plekken met gewoon een gat ja, zonder water. Het is gewoon een mooi eilandje. Ja, het is wel een mooi eilandje, dat klopt. Ja. Je kan je veel. Je zou je veel kunnen. Ja. Nee, dat is maar ook weinig. Ja, ook weinig. Maar ook, weinig. Hey, heb je wat nodig? Het is de eerste keer dat ik je eigenlijk zie sinds dat we zijn begonnen. Nee hoor. Nee? Moet ik je iets gunnen of zo? Nee. Nee, niks? Nee, ik heb helemaal niks. Je kan hout kopen in mijn winkel. Oh ja, wacht. Heb je nog zo'n potato's? Ja, een rauwe tuurlijk. Potato. Nee, ik heb alleen gekookt. Geen rauw meer? Geen rauw, ik koop ze alleen. Ik kook ze zelf niet. Ah. Ik bak ze zelf niet. Ja, dat is jammer. Ja, ik heb alleen een gebakken aardappel. Wil je die? Nee. Een wortel dan? Heb ik al. Oké, dan stik je er maar in. Je gaat maar bij die hier in het hok zitten. Nee, moet ik hier uit. Wacht, hoe ga je dat doen? Nee, ik heb mijn blokje. Nee. Zo is het met z'n allen. Oh. Sorry. Waar ben jij verschrikkelijk? Dan loop ik maar rond. Nee, wacht. Oké, bouw het dicht. Ik help wel. Nee. Ik doe ze wel weer in. Nee. Als je dicht bouwt, dan moet je als je dicht bouwt helpen. Ja. Hier. Bouw dat dicht! Ik heb geen blokje. Oh, wat een bende hier nu al. Nee, komt goed. Die kost het wel op. Hier, kijk, kippetje erin. Hoppa. Ik heb weed. Schaapje erin. Koe. Hoppa. Koe. Daar, je snapt er overheen. Ga erin. Hoppa. Dan deze twee nog. Kom jongens, je gaat erin. Oh, ik heb het verpest, sorry. Dat is overleefd. Nee, overleefd dat ik ze had. Ga erin! Ik durf nu niet meer te slaan, ik heb het niet te vaak geslaan. Oh ja. Oh. Oké, als deze kip vanzelf groeit, komt ie. Nou, ja, dan Ik heb niks hier. Kom jongen, kom erin. Ah. Nee! Ik wou hem erin slaan voor je. Weet ik wel dat hij al zo snel doodgaat. Maar je hebt al twee kippen, dus het zit wel goed. Je hebt meerdere kippen. Niks aan de hand. Oh. Hey, ik kom even gedag zeggen, even vriendelijk zijn. Uiteindelijk dieren heb ik... Ik wil even linken met jullie pad. Ja, we zien elkaar snel, denk ik. Zal ik even meelopen met je pad? Nee, even wel lief. Ja, ik loop even mee met je pad. Ik heb van alles gedaan. Ik heb mijn winkel bijgevuld. En ik dacht, ik kom even gezellig bij jou kijken. Want ik heb jou gewoon nog in één keer gezien. Sinds dat we begonnen zijn. Oh, het zijn er echt te veel. Het zijn er echt te veel. Hier, ik bescherm je. Dat is mijn taak. Oh mijn god, ik bescherm je niet langer. Wacht. Hey, je hebt hem. Pak de teer. Ik wil hem. Ik heb hem. Wat een bende. Snelste hier. Route is trouwens daarheen. Ja, het is echt een grote bende hier. Het is echt, kijk dit dan. Hier. Hey, Wat een verschrikking dat dit zo traag is. Ja, vreselijk. Hey, ik ga even langs Robin. Even kijken of ik een kameel kan regelen, want ik wil heel graag een kameel hebben. En dan ga ik ze kameel ontvoeren. Ik heb al namelijk twee paren van KB ontvoerd en in kooien gehangen. Aan mijn boom. Die hangen aan de boom. Ja, ik ben een piraat. En ik vraag één stek goud. Jawel, nou, niet als piraat. Eén stek goud per paard. Dus ik ga kijken of ik Robin's kameel... Oh, misschien kunnen we hem samen verstelen. Goud per paard? Ja, ik wil Robin's kameel stelen. En dan wil ik daar ook goud voor vragen. Echt? Oh, wacht. Volgens mij loopt Robin hier, heeft hij alles gehoord. Ja, of niet? Hoi, Robin! Hoi. Ik help je, Robin. Je hebt niks gehoord wat ik zei, toch? Nee, klopt. Nee? Nee. Maar mijn Camille laat je met rust. Waarom loop je nou weer toevallig hier? Hoe kan dat nou? Ik zag jullie daar beneden al lopen. Ik heb daar over de ruimte gekeken. Ja, we waren gezellig aan het kletsen over dat Justin je kameel wilde stelen. Ja. Hey, heb jij meerdere kamelen? Kan je zo broeden? Nee, is heel lastig. Hoezo? Oh. Heb je al een tweede kameel? Nee. Nee? Nou, dan ga ik wel langs Floor en René, die hebben vast wel een kameel. Heb jij een potato, Robin? Hoezo zouden zij een kameel hebben? Zij hebben vast wel een kameel. Geloof ik. Ik geloof dat zij een kameel hebben. Ja, en kijk eens aan, jongens. Ze hebben er zelfs drie. Floor en René, die hebben zelfs drie kamelen. Het is niet te geloven. Oh, maar ik ga er eentje stelen.
Ik ga er eentje stelen en in een kooi stoppen. Een grote kameel in een kooi. Alleen ik heb geen kooien meer. Dan ga ik wel een andere plek bedenken. Hebben ze zadels, is de grote vraag. Ja, ze hebben zadel. Hier. Oké, jongens. We gaan één kameel stelen. En dan heb ik nog een leuk doel. Hier, kijk. Doen we die erop. Ontsnappen we. Hoppakee. Zo. Ik vraag me alleen af of een kameel vier in... Ik zei het toch. Ze hebben kamelen. Ze hebben er zelfs drie. Ik zei het toch. Ze hebben kamelen. Waarom hebben zij kamelen? Ze hebben er zelfs drie. Waarom? Weet ik niet, maar ik ga er eentje stelen. Ik wil van iedereen het dier stelen. En dan in een kooi stoppen. En dan gaan iedereen goud terugvragen. Dan ben ik heel rijk de volgende keer. Ga je mee? Nee. Nou, gezellig. Ik wil alleen via de portal gaan, want ik ben bang dat hij dan doodgaat. Nee, jongen, tuurlijk niet. Je hoeft alleen maar rechtdoor. Ja, maar skeletons en weet ik van wat allemaal. En dan komen we terug in mijn huis. En dan gaat hij weer dood door de muur. Ik zie het wel weer. Nee. Zo ben ik al te veel dieren verloren. We gaan gewoon zo. WNF gaat hier een goed document voor opstellen. Ook bij jou horen ze niet. Nee. Niks aan de hand. We gaan meteen werk van maken. Wat is er niet blij mee? Het WNF, het Wereld Natuurfonds. Oh. Het Wereld Natuurfonds is niet blij. Oh. Dat daar kamelen zijn. Nee. Ja, maar ik doe ze een plezier. Ik help ze uit de kou en ik breng ze naar het warme piratenwereldje. Het is niet warm genoeg. Hoezo? Bij mij is het warm genoeg. Ja, bij jou is het helemaal warm. Zo, kijk. Kijk eens aan. We zijn er. Aangekomen bij het prachtige... Wat is het? Piratenwereldje. Kijk, ik heb al de twee paarden van KB. Sheriff zit daarin en het andere paard zit hierin. Alleen ik denk dat een kameel... In die kooi te groot is. Dus ik moet misschien wat anders bedenken voor Kameel. Dankjewel. Nee! Oh, niet doen! Niet meenemen! Ik ga hem thuis brengen. Nee! Thuis was in bij hun of bij jou thuis? Bij mij. Nee, ik had die hele kameel. Je gaat hem niet door de nether sturen. Dat gaat hij niet overleven. Dan gaat hij dood. Niet het water in. Niet het water in! Oh. Ik ga springen. Niet doen! Blijf op afstand. Nee. Oké. Wacht. Wat wil je? Wat wil je ervoor? Nee, jij hebt hem gejat. Ja, ik wil hem. Oh, ja. Hey Google. Ik weet alleen niet wat ik mee moet met de kameel. Waar ik hem kwijt moet als ja, vader. Ja, hij wil zelf ook hier niet zijn. Hij wil zelf ook springen. Hoezo hij wil hier niet zijn? Hij heeft het zeker naar zijn zin. Het is piratenkameel. Je gaat er zelfs lekker bij zitten. Alleen ik zit even te denken waar ik hem ga bewaren. Past de kameel in een bootje, denk je? Dat denk ik niet. Nee? Hoe hebben zij dan naar de kameel gekomen? Ja, gestolen. Daar gaat het mee en even inderdaad gewoon een onderzoek naar stoppen. Ik vraag me alleen af, kunnen kamelen zwemmen? Hier, wacht. We gaan hem van de plank afduwen, zoals een echte piraat. Ik vraag hem af of kamelen kunnen zwemmen. Oh jee. Oh. Niet over dit randje, wacht hier. Komt ie hoor. Gaat grommen. Kunnen kamelen zwemmen? De grote vraag. Spring! Oh. Ja, kamelen kunnen gewoon zwemmen. Oh. Oh, dan is hij geschikt voor het piratenleven. Hij is wel heel traag, zo te zien, maar... Hier. Ponk. Zo, je bent gewoon op zijn nek gesprongen. Ja, goed hè. Ik laat hem wel gewoon lekker op het strand wandelen hier. Zo. Hoppa, hier een mooi plekje. Pakken we even lead. Lead gewoon? Ja, ik ga even lead pakken. Zo. Hij is nu al de trap op. Hier komen. Kom. Wacht, ik heb een idee. Maak even wat iron bars, jongens, zoals dit. Pak even wat extra blokken. Zo. Hier, dan gaan we ook een kooi maken voor die kameel hier. Zo. Piratenleven gaat wel goed, moet ik zeggen, jongens. We zijn lekker aan het plunderen, mensen dingen aan het stelen. En we verwachten alleen maar goud ervoor terug. Ik moet zeggen, ik ben trots met wat ik allemaal aan het doen ben. Zo. Nou, kom maar hier, kameel. Ik ben hem een eerlijk mooi hok aan het geven. Hij past alleen nog niet helemaal doorheen. Oh, sorry. Ik schrok ervan. Ook dat heeft het WNF gezien. WNF heeft helemaal niks gezien. Hier. Zo. Hoppa. Een hok voor die kameel. Ik wil zeg maar wat mijn ding is. Ik wil voor dat paard een stek goud. Dat paard kost een stek goud. En deze kameel, kijk, hij gaat er lekker bij zitten. Kost ook een stek goud. Dan krijgen mensen pas terug. Waarom? Ze hebben nog een dier. Ja, gewoon. Ik ben een piraat. Ik ben lekker aan het plunderen. Ja. Dit is gewoon letterlijk mijn plundertocht. Met dieren stelen en weet ik voor wat. Die van mij krijg je niet. Nog niet. Nooit niet. Ooit niet. Nooit niet. Ooit. Nooit nooit. Nooit. Hey, nooit ooit, nooit. Nooit nooit. Noet noet. Oké, jongens, het ding is, ik heb nu natuurlijk in deze aflevering de paarden van KB gestolen en de kameel van René en Floor. Maar ze weten nog niet echt wat ik dat goud ervoor wil, weet je. Ze weten dat ik het gestolen heb, althans meneer KB weet het inmiddels. Maar ze weten nog niet wat de prijs is. Dus laten we even 2 diamonds meenemen naar het winkeleiland. Kopen we even een boek en quail. Of kopen we eigenlijk even... Of van 1 kan ik volgens mij 2 kopen. Dus 1 diamond meenemen. Meenemen. Kopen we even boek en quails. Dan gaan we namelijk boekjes bij mensen achterlaten. Dat de piraten zijn langs geweest. Geplunderd is en dat ze graag goud willen. En met ze bedoel ik mij. Ik wil goud. Oké, we zijn bij de wijze L aangekomen. Die verkoopt als het goed is boek en quails. En volgens mij kost 1
Of twee boekjes kost 1 diamond. Moet ik even kijken. Boek en quill. 1 dia, 2 stuks. Ja, nemen we de 2 stuks nemen we mee. Doen we de diamond doen we hierin. Als het goed is, mocht ik nog diamonds ophalen, jongens. Namelijk, ik had te veel betaald vorige keer. In mijn vorige video. Er staat namelijk 5 dia voor 2 boeken. En ik had heel veel boeken gehaald. Dus ik had uiteindelijk 3 diamonds te veel betaald. Dus ik mag 3 diamonds mocht ik mee terugnemen. Ik had net zo goed dus geen diamonds mee kunnen nemen. Dat besef ik nu. Maar dat maakt niet uit. Laten we even boekjes schrijven bij de locaties. En dan gaan we die afleveren. Oké, we zijn aangekomen in het Wilde Westen bij meneer KB Zijnland. Zo te zien heeft hij daar ook al een nieuwe straat. Met echt zo'n typische cowboystraat. Weet je, heeft hij gemaakt. Maar daarom zijn we hier niet. We zijn hier om wat achter te laten. Bel even aan. Hallo, we zijn in de salon. Wat is dit? De plannen van meneer Cowboy. Oeh, dat ga ik niet lezen. Dat moet je maar lekker in zijn video bekijken op zijn YouTube-kanaal. Laten we even hierboven in zijn slaapkamer een boekje achterlaten. Wat een prachtige slaapkamer dit. Ahoy, Cowboy. En Cowboy met de K, omdat het natuurlijk meneer KB is. De piraten zijn langs geweest en hebben geplunderd. Je sheriff is gekaapt. En een van zijn vrienden, maken we trouwe vrienden van. Trouwe vrienden wilden graag mee. De prijs? Het rendenpaard dat mee wilde kost 32 gold. Dit omdat elk paard is wat waard. En voor sheriff, daar zal je nog van schrikken. Sheriff kost 64 gold. Ben jij niet bereid om dit te betalen? Dan zullen de twee trotse cowboypaarden rotten in hun kooi tot er niks meer van over is. Jarr! Dat was echt mijn beste jarr-impressie die ik kon doen, sorry. Laat dit een wijze les zijn. Kapitein Knalnut en zijn crew liggen altijd op de loer. Ja, dat is zo, jongens. Kapitein Knalnut, dat ben ik. De enige echte. Kapitein Knalnut. Dan signen we deze even. Kapitein Knalnut noemen we. Oh, dat past niet. Nee. Dan zetten we aan elkaar. Kapitein Knalnut. Sign and close. Dan kopiëren we dit boekje even. Als het goed is, kan dat gewoon simpel zo. Ja, kijk. Kapitein Knalnut. Hoppakee. Waar gaan we dit achterlaten? Ik dacht boven, maar ik heb eigenlijk gewoon even een losse barrel nodig. Waar is zijn basis? Volgens mij woont hij daar. Ik ga even kijken. Waar bewaart deze cowboy zijn spulletjes? Is dit het? Auw. Skeleton weg. Oh, mijn god. Jouw boas deed pijn. Ik ben gewoon bijna dood. Ah, kijk, een barrel en een sign. Dat is wat ik zoek. Hoppakee. Dan laten we die even achter bij zijn paarden. Want daar heb ik hem natuurlijk gestolen. KB's paardjes. Kijk, jongens, dan doen we hier, plaatsen we hem zo. En dan doen we een bordje erbovenop. Jarr. Zo, hoppakee. En dan doen we kapitein Knalnut. Stoppen we erin. Nee, ik ben zo dom geweest, jongens. Ik heb dit boekje gekopieerd. Maar ik moet deze ook aan Flora en René geven. Maar dat zijn natuurlijk geen cowboy. Dat is, oh. Dat boekje had anders moeten zijn. Nu heb ik niks aan de tweede boekje. Weet je, die gooi ik ook gewoon weg. Ik heb letterlijk niks aan. Ik moet natuurlijk naar René en Flora. Maar dan moet ik een heel ander boekje achterlaten. Weet je, dat boekje komt wel. Zodra ze online zijn, zeg ik gewoon, ik heb jullie kameel gejat. Geef me goud, anders krijg ik hem nooit meer terug. Goed, jongens, daar komen we weer aan bij de basis. En dan heb ik helaas deze aflevering geen tijd om verder te gaan bouwen met progressiedingen. Dit omdat op het moment dat jullie deze video kijken, jongens, zit ik lekker in Griekenland op mijn vakantietje. Want het is natuurlijk augustus. En meestal in augustus gaan de meeste mensen op vakantie. En ik dacht, ik wil wel nog een videootje hier en daar voor jullie regelen, ondanks dat ik op vakantie ben. Maar in Cold Dead Veins Season 3 gaat natuurlijk zo ongelooflijk veel tijd. Dit is pas aflevering 5 volgens mij. En je ziet wat er allemaal al gebeurd is in die paar afleveringen. Dus helaas de eerste aflevering zonder bouwprogressie. Volgende aflevering wil ik wel weer dingen gaan bouwen. Maar dat zeg ik, ik heb gewoon ongelooflijk weinig tijd. Omdat ik 2 weken op vakantie ga. Dus vandaar dat het misschien ook wat rustiger is met de video's in plaats van elke dag. Probeer de kwaliteit wel omhoog te houden, hè. Dus in ieder geval voor nu, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Sorry als hij iets korter is en als er geen progressie voor bouwen in zit. Dan komt de volgende video weer. In ieder geval voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin is er ook van alles. Alles gebeurt volgens mij wel. Hier is een hele grote mooie mast gebouwd. Hele leuke video. En dan nu spreek ik later glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.